Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. We rijden vandaag vanaf Goshenge, hier links, nou, aan de andere kant van het water dan, maar als we het bochtje omgaan links, hebben we in een hotel geslapen. Daar links ergens. We hebben net van de vorige video, zeg maar, die pas die geen pas is, maar wel bij zijn dam terecht komt gereden. Hier ben ik voor de zekerheid even de route aan het checken, want die kruist als het ware. We rijden een soort cirkeltje. Ik kan het net in beeld zien, we kruisen de route. Ze van, hé, hoe moet ik nou rijden? Oké, zo dus, ja, prima. Oké, nou, zo rijden. We gaan vandaag in deze video de Gotthardpass laten zien. En in de clickbait, ik noem het maar clickbait, het is eigenlijk geen clickbait, maar heb ik Heiligschennis genoemd. Nou, ik moet zeggen, we gingen vandaag best een aantal passen tegelijk pakken. En we hadden zoiets, we gaan het onszelf niet te moeilijk maken. Die oude pas zal best mooi zijn, met al die kinderkopjes of klinkers, of hoe je het ook noemen wil. Maar we hebben gekozen voor de nieuwe. En op een bepaalde manier is die ook heel erg mooi om te rijden. Lekker glad, glooiend. Niet te super technisch. Wij, dat heb je misschien al wel gemerkt. Wij zijn niet van super technisch. Wij houden van mooie, lange, lekkere, heerlijke bochten. En het hoeft voor ons niet zo super speciaal. Dus, vanaf het dorpje Goshenge. Als ik het goed uitspreek, jongens. Dus excuus als ik het fout zeg. Richting de Gotthardpass. Verderop in de video komt er audio bij. Dan gaan we, ik geloof net na een tunnel, over een gat of een hobbel, waardoor achterin de koffer het een en ander verschuift. En op een of andere manier heeft dat ervoor gezorgd dat de audio terug was. Er zit één klein audiostukje in als we gestopt zijn. En dat is om in ieder geval mijn eigen stomme fout te laten zien. Ik zal jullie heel even alleen laten. Kijk gezellig met de bochtjes. En word niet misselijk van dit soort 360 beelden. Ik vind het altijd wel heel lastig om keuzes te maken. Welke beelden zet je er nou in? Pak ik die bovenste camera, mijn helmcamera of de 360 onderin? Kijk, dit bijvoorbeeld. Of ga ik L heel erg filmen achter me, zoals nu. Nou ja, goed. Ik laat jullie even.
vanaf de spoorwegovergang waar we net overheen gingen tot hier is nagenoeg één lang recht stuk zonder bochtjes dingetjes. Dat is wel een bochtje natuurlijk, maar hier begint de klim pas echt. Dus ik heb er even een stukje tussenuit geknipt. Ik merk, zie, lees in de commentaren dat er best veel motorrijders als kijkers zijn. Hebben jullie dit ook, dat je met je de zonnevisier, ik schuif hem nu net een stukje omhoog, dat de weg zeg maar gewoon zonder zonnevisier is, maar de lucht wel zonder vizier zit. Doen jullie dat ook, mensen? Dat je dat verschuift, dat het scherm niet helemaal voor je ogen zit, maar een stukje? Ik denk niet dat dit plekje heel veel uitleg nodig heeft, maar toch. Anders blijft het zo stil, want het gesproken woord is weg. Heel mooi uitzichtpunt. Ik zal zo nog even een foto erbij posten. Maar dit was echt een heerlijk stukje. En ik had dorst. Ik had zo'n dorst. Valt niet op, hè? Nee. Soms heb je dat. Dan heb je dorst. Ja.
Ik heb uiteraard een stuk geknipt, want jullie hoeven verder niet te zien dat wij daar stilstaan. Dat heeft niet zoveel zin. De motor. En hier. Mijn blunder. Ik heb niks van het geluidsfragment eruit geknipt. Alleen, ja, het klinkt wel gemeten, want dat komt straks wel. Veel plezier. Gepiep wat je er nu onderdoor hoort, dat is de BMW van L. Zij heeft ook een geluidsrecorder in haar koffer zitten. Dus, met regelmaat hoor je het geluid eronder, maar ik denk ik zal het toch even verklaren. Dus dit was net zo'n mooi stukje daarvoor namelijk. Ja, even opletten hier. Hier begint namelijk de oude Gotthardpas. Dus hier naar rechts ga je naar het oude gedeelte. Of kom je er vanaf, denk ik. Daar hebben wij min of meer bewust niet voor gekozen. Waarom? Omdat wij die dag 4, achteraf blijkt, meer passen te rijden. Zo hadden ze iets, we kunnen ons helemaal gek maken met super technische bochtjes en noem maar op. Dat was niet onze opzet. Wij wilden gewoon naar boven. Lekker rijden. Wat ik er straks in het begin van het filmpje ook zei. Wij zijn niet van die super technische rijders. We willen gewoon lekker rijden. En op dat soort smalle weggetjes en campers tegenkomen en noem maar op. Het was niet onze doelstelling. Dus heiligschennis, wellicht. Dit is de nieuwe Gotthardpas. En niet de oude zoals je daar rechts kunt zien. En straks krijg je hem ook nog mooi in beeld. Dus sorry als we jullie teleurstellen met de nieuwe Gotthardpas. Maar ja, het zijn wel mooie mooie lichtbochtige wegen, niet super technisch. Wij, El en ik, vonden dit prima. Wij hebben het heerlijk naar ons zin gehad. En we kijken naar uitzicht. Super toch?
dat gekraak aan het begin van de video. Die hobbeltjes aan het begin van de video waar ik het over had. Het begint hier het een en ander te kraken. Volgens mij heb ik het hobbel al gehad, heb ik die er per ongeluk uitgeknipt. Denk ik. Of in ieder geval het geluid ervan. Ah, dat was hem volgens mij. Oh, ga je doen? Oh, er staat iemand op de weg. Wauw. Jezus. Jij moest plassen, hè? Kom maar. Rij maar door. Weet je het zeker? Want dan kunnen we nu hier stoppen. I know. Wil je stoppen? Voor mij hoeft het niet. Zo. Jongens. Ja, gezien. Dat was niet veel. Oh. Motorrijder zat vrij kort achter een auto. Ik denk als hij gaat inhalen, zeg maar, en die auto komt naar links, dan zitten ze elkaar in de weg. Kijk deze camper nou hier. Holy shit! Wauw. Zo. Ja, precies. Kom maar 6 kilometer naar links, heb jij ook? 8,4, maar ja. Ja, oké. Okay. dit bedoel ik heel goed. Als ik, terwijl ik aan het rijden ben, aan jou vraag, wil je plassen? Ja. Is het ja of nee? Oké. Okay. Want... Anders giet je er voorbij, ja. Ja, je moet op een gegeven moment beslissing nemen. Ja, true. Moet je plassen, ja of nee? Ja of nee? Poek, klaar. Nee. Oké. Oh, sorry. Dat je... sorry, I ruffled your feathers, my dear. Dat was geen CRM. Voorzichtig.
Kom op met die auto. Ja, dit was dat eindpunt, zeg maar. Ja. Hier kreeg je dat hele knooppunt met oud en nieuw bij elkaar. Ja. Ruik verbrande remmen voor me. Dat zou kunnen. Oh. Oh ja, die ruik ik ook, ja. Zo, dat knetter. Oei. Tremola, dat is de oudste. Ja. Zie je, ga je omhoog als je de oude wil pakken. Die blijven remmen, joh. Oh, het is ook heel eng. Dat is wat ik jou ook steeds leer, weet je wel. Schakel terug. Zelfs met een automaat kan dat. Yep. Wauw. Ja. Hoppa. Remmen, jongen. Ja, gadverdamme nou. Jeez. En dat zijn niet die van mij. Nee, ja, dat is wel. Zo hard gaan we toch niet? We rijden wat 60. En wel, maar als je continu op die remmen blijft, die remmen die verbranden, hè? Ja, nee, dat snap ik. Maar ja, als je nou heel stijl naar beneden gaat en je hebt dus een voorversnelling van weet ik veel wat. Uh-huh. Veel, dan kan ik me voorstellen dat je je voet op die rem houdt, maar zo hard gaat het hier allemaal niet. Klopt, dit is wel gaaf, moet je zien hoe stijl. Ja. I. I. Ja. Nou, ik laat hem gewoon op de motor waar ik hem naar beneden rollen. Ja, same. Oké, met een auto is dat wat anders, dat snap ik. Maar als je terug in zijn 3 zit of zo, wellicht in zijn 2. Weet je wel gelijk waar het woord vandaan komt, vielleicht wellicht. Ja. Oefenen. Lucht, jongen. Oh. Ja, het mag geen graal hebben, ja. Even en is rechts, toch? Ja, hij zag links. We gaan gewoon deze borden volgen, denk je niet? Ik vind het best. Hij heeft hem al overgenomen namelijk. Nee, hij stuurt hem weer terug. Weet je, ik zie het al. Hij stuurt hem gewoon weer terug. Ja, mooi.
tering. Daar wil je ook geruzie mee maken, zeg. Stop, 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 stop. Dit is niet handig. Oh! Zag je dat? Je had die koe niet gezien. Nee! Ik wel. Ja, ik zie hem. Oké. Nu wordt. Dat rijdt nu vanaf op. Nee. Dan gaat dat toch. Ja, daar zijn we net vanaf. Laten we deze maar aanhouden dan. Ja, wacht even. Ik zit er wel niet op de Nuvenen, zeg maar. Nou, dat zal niet. Die lagen best wel net uit elkaar. Wil ons namelijk terug hebben. Ah nee, onderaan gaan we een keer rechtsaf. Ja. Ja, hij heeft hem maar overgenomen, toch? Ik wil die van jou ook nog steeds terug. 600 meter schuin links krijg ik zo. Ja, maar dat gaan we niet doen. Oh. Nou krijgen we een soort van een kringel naar beneden. Rechts. Ja, precies. Wat ik wel op prijs zou stellen zou meteen, als we ergens een parkeerplaats tegenkomen, zou ik even mijn lange mouwtjes aantrekken. Ik heb het toch nog een beetje. Ja, het is een beetje fris. Nou, kijk eens wat hier op je gebed zich aandoet. Dit is wat. Ja, en dat... Godverdomme, dat vind je handig om dat? Geen idee. Kun je hier staan of niet? Ik kan hier staan. Waar zijn we moeten? Motor aan. 1, 2. Gaan we hier gelijk rust? Ja. Oké. Netjes. Komt wel goed bij mij. Ik heb. Nou, als het goed is, rechtsaf. Hij zag heel hard aan het gillen dat er de andere kant op was. Oh, nu vind ik een 800 meter naast. Ik denk dat zij ook onderweg zijn naar de Nuvenen. Ja, wat is dat die achter ze? Kunnen we wing? Volgens mij is het gewoon Harley. Sorry. Kijk hoor. Nuvenen naar rechts. We
de borden volgen. Ja. Als je, had hij jou die zeurt dat hij terug wil, hè? Niet meer. Geeft hij 23 kilometer rechtdoor? Nee, 2,4 kilometer links. Oké. Links onderin, die drie bolletjes, als je daar... weet je wat we doen? We zetten hem hier heel erg stil. Niet hier, ja wel hier. Linkerkant, komt een auto aan. Dames en heren, bedankt voor het kijken en tot de volgende film. Die zal niet al te lang duren, hoop ik. Wellicht deze week nog. Groetjes. Hoi hoi.